Het was het eerste dat Eren Bade hem vorige week woensdag voor de voeten wierp toen Ali B. de parkeergarage van de Haarlemse rechtbank uitkwam lopen. Ali, goedemorgen, vind jij jezelf een seksueel roofdier? Het was een vraag waar de rapper over duidelijk niet van gediend was en die de toon zette voor de drie procesdagen die zouden volgen. Lars Duursma, mediakennar en communicatie-expert, vindt het erg onhandig. Als je Boulevard zat te kijken. Ik vond Eren Bade echt een aanfluiting. Heigerig, opgefokt. Ik dacht op een gegeven moment: gaat dit over je eigen zus die is aangerand of zo, zegt hij in de podcast de communicado's. Het was veel te emotioneel, zegt hij. Aaron had echt zijn emoties niet goed onder controle in de uitzending en dat begon voor mij voor een deel ook al ter plekke. Op een gegeven moment kwam Ali aan en hij begon echt te schreeuwen richting Ali B. van: Ali, Ali, voel jij je een seksueel roofdier? Ik dacht, wat voor antwoord verwacht je nou op zo'n vraag? Aaron bereikt volgens Lars helemaal niets met zo'n vraag. Stel je die vraag nou omdat je oprecht geïnteresseerd bent in het antwoord of wil je hier een momentje creëren? Hij leek ook niet goed door te hebben dat een serieuze zedenzaak wat anders is dan een itempje over wat Gordon nu weer op Instagram heeft gezet en het meer kanten en distantie vraagt. Co-host Victor Vlam, Media Criticus, is het daarmee eens. Ik vond het een teken van iets te veel scoringsdrift. Het was in dit geval niet nodig en behulpzaam. Een andere vraag aan Ali was beter geweest, al dus Victor. We hebben hem 2,5 jaar niet gehoord, en ik vind dat een verslaggever op zijn minst nieuwsgierig moet zijn naar wat iemand te melden heeft. Een vraag als: Vind jij jezelf een seksueel roofdier? Dat is geen vraag, maar een beschuldiging. Dat vind ik niet passen bij de rol van verslaggever, wel bij die van columnist, zoals Angela de Jong, maar als verslaggever heb je inderdaad echt een andere rol.